Welkom bij de afdeling huisartsgeneeskunde in het Erasmus MC. Bij ons draait alles om excellente patiëntenzorg. We geven onderwijs aan geneeskundestudenten, verzorgen opleidingen en doen wetenschappelijk onderzoek. Zo vormen we een belangrijke schakel in de gezondheidszorg. We bieden innovatief en interactief onderwijs aan in de bachelor- en masterfase van de geneeskundeopleiding. Ons onderwijs is inspirerend en praktijkgericht. We willen studenten opleiden tot breeddenkende basisartsen met een goed begrip van de huisartsgeneeskunde. De opleiding tot huisarts duurt 3 jaar. Onze missie is om artsen te vormen tot vakbekwame professionals die een leven lang leren. En die in dialoog met patiënten en andere zorgverleners de best mogelijke persoonlijke zorg bieden. De huisarts van morgen heeft goede wetenschappelijke onderbouwing nodig. Toonaangevend is ons onderzoek naar veel voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals artrose, blessures en lage rugpijn. Ook bestuderen we gezondheidsproblemen bij kinderen, zoals allergieën, astma, huidziekten, psychosociale problemen en overgewicht. We verzorgen als enige in Nederland de opleiding tot arts verstandelijk gehandicapten. Ons multidisciplinaire team zorgt ervoor dat dokters opgeleid worden tot een specialist voor deze kwetsbare patiëntengroep. Ook onderzoek naar de fysieke en mentale gezondheid van deze groep is essentieel. Bij de vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten ontwikkelen we niet alleen nieuwe kennis, maar ook instrumenten en verbeterde diagnostiek. Zo willen we de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Ons bevlogen team van docenten, opleiders, onderzoekers en ondersteunend personeel zet zich hier elke dag voor in. Want alles draait bij ons om excellente patiëntenzorg.